Het laatste kenmerkend aspect van de tijd van de steden en staten, dat heeft nou betrekking op dat woord staten. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. We gaan het hebben over het begin van staatsvorming en centralisatie. Het gaat over het bestuur van een land, de politiek dus. Eerst eens even kijken naar dat begrip staatsvorming. Wat is dat precies? Nou ja, als je het letterlijk ontleedt, dan staat er dus gewoon dat er een staat gevormd wordt. Dat betekent dat de vorsten gaan streven naar een aaneengesloten grondgebied met een stevige bestuursstructuur. Oké, dat is nogal een hele mond vol. Een aaneengesloten grondgebied, daarmee wordt dus gewoon een gebied bedoeld met duidelijke grenzen. Geen losse gebiedjes meer, maar één gebied met hele duidelijke grenzen, dat is de staat. En daarin geldt een stevige bestuursstructuur. Bovenaan staat dan natuurlijk die koning aan het hoofd van het bestuur en van de rechtspraak en dergelijke. En het is voor iedereen duidelijk wie er de baas is en wat de regels zijn. Dat is staatsvorming. Nou, we gaan eens even verschillende landen af waar in die tijd van die steden en staten die staatsvorming plaatsvindt. Het land waar dat als eerste gebeurt is Engeland. Dat land wordt in 1066 veroverd door de Normandische koning Willem de Veroveraar. Hij vindt dat hij recht heeft op de Engelse troon nadat de Engelse koning is gestorven en hij steekt met zijn Normandische ridders het kanaal over en hij verovert Engeland. En hij maakt van Engeland voor het eerst echt één gebied. Dat doet hij door ook daar dat feodalisme in te voeren, dat feodale stelsel. Hij stelt leenmannen aan en achterleenmannen en die moeten allemaal naar hem luisteren. En dat systeem werkt bij hem heel erg goed. En bovendien weet hij door oorlogen te voeren tegen de Schotten, tegen de Ieren en tegen de Fransen ook echt een soort nationaal gevoel te creëren. Wij zijn allemaal Engelsen en wij vechten samen tegen die andere volkeren. Nou, de zwakte van het feodalisme, daar hebben we het ook al over gehad. Sommige leenmannen waren niet altijd trouw aan de koning. Nou was dat in Engeland geen probleem, maar in andere gebieden zorgde dat wel voor problemen waardoor zo'n rijk uit elkaar kon vallen. En dan heb je juist het tegenovergestelde van staatsvorming. Dat was wat er in Frankrijk dreigde te gebeuren. In Frankrijk breekt in de 14e eeuw de 100-jarige oorlog uit. En dat heeft te maken met dat feodale stelsel. De koning van Engeland is namelijk ook een leenman van de koning van Frankrijk. De koning van Engeland heeft namelijk een klein stukje van Frankrijk in zijn bezit als leen, Aquitanië. Dat zie je op het kaartje links, dat is dat groene gebied daar rondom Bordeaux. Ja, en als dan de Franse koning sterft, dan is weer de vraag wie gaat hem daarop volgen. En dan zegt zowel de Engelse koning als een aantal Franse edellieden, wij hebben het recht op die troon. Nou, daar volgt de 100-jarige oorlog uit. Een serie van oorlogen eigenlijk, die uiteindelijk toch gewonnen zal worden door de Franse koning. En dat vormt het begin van de Franse staatsvorming. En die Franse staatsvorming die vindt niet plaats door middel van dat feodale stelsel, want dat ging eigenlijk compleet mis, zagen we net ook. Nee, de Franse koningen besluiten dat zij hun macht moeten vergroten door te centraliseren. En centralisatie wil zeggen dat je vorsten gaan proberen om een hele gebied vanuit één hoofdstad te regeren. Nou, in Frankrijk wordt dat natuurlijk Parijs. Waarom kan zo'n Franse koning dat nu doen? Nou, dat heeft weer te maken met de opkomst van de nijverheid en van de handel. Dat zorgt ervoor dat die geldeconomie weer op gang kwam, dat er steden kwamen die belasting konden betalen. En dat was precies wat die koning nodig had, belastinggeld. Want met belastinggeld kon hij zelf voort soldaten inhuren. En dan was hij dus niet meer afhankelijk van zijn leenmannen om soldaten te geven. En daarnaast kon hij met zijn belastinggeld ook zelf ambtenaren aanstellen, die namens hem een gebied zouden gaan besturen. En ook in dit geval was hij dan dus minder afhankelijk van zijn leenmannen. Door te centraliseren probeert een vorst dus die leenmannen buitenspel te zetten. Hij maakt eigenlijk een einde aan die versnippering van dat feodale stelsel en hij probeert de macht weer helemaal bij zichzelf te krijgen. En hij probeert ook de regels en de wetten in het land te uniformeren. En uniformeren wil zeggen dat er in het hele land dezelfde wetten gelden. Nou, het is een heel proces in Frankrijk, dat gaat niet zonder slag of stoot, maar het lukt de Franse koning wel om de macht steeds meer naar zich toe te trekken, om steeds meer te centraliseren. Een ander gebied waar we daar ook pogingen toe zien tot centralisatie is Bourgondië. Hier zie je een heel groot gebied waar ook een groot gedeelte van Nederland er al bij hoort en van België, maar Bourgondië begint met het oranje gebied onderin, het hertogdom van Bourgondië. En die hertog van Bourgondië, die is in eerste instantie nog een leenman van de Franse koning. Maar in die 100-jarige oorlog die we net zagen, zien we dat de hertogen van Bourgondië juist de kant van de Engelse koning gaan kiezen. En dan zit die Franse koning dus met een probleem. Hij heeft die hertogen van Bourgondië nodig om te winnen in die 100-jarige oorlog. En daarom zegt hij toe dat als ze meehelpen, ze uiteindelijk een onafhankelijke staat mogen worden. Ze zijn niet langer een leenman van de Franse koning. Nou, en dat vormt het begin
van de staatsvorming en de centralisatie in dat Bourgondische Rijk. Ook daar gaat die Bourgondische hertog allerlei huursoldaten aannemen, ook daar gaat hij ambtenaren aanstellen. En zo weet hij uiteindelijk een steeds groter gebied te veroveren. Die Bourgondische hertogen zijn heel erg succesvol, het zijn sluwe politici en ze weten hun gebied steeds verder uit te breiden met grote delen van tegenwoordige België en Nederland. Alleen in die Nederlandse gewesten en steden, daar zit men niet echt te wachten op die centralisatie. Daar is men altijd gewend geweest om te leven volgens de eigen regels, om zelf privileges te hebben. En er komt dan ook veel verzet in die steden tegen die uniformering van die wetten, want zij raken hun privileges kwijt. Die grote handelsteden Gent en Brugge, die lopen voorop. Die zijn gewend om veel zelf te mogen beslissen en die komen dan ook regelmatig in conflicten met die Bourgondische hertogen. Maar uiteindelijk weten die Bourgondische hertogen hun zin door te drijven en wordt ook dat Bourgondische Rijk steeds verder gecentraliseerd.